Hey, beste vrienden, wie speelt de na grondtapu de fi rustig jara? Par marbu e bar yuang, grondtapu sweet odi na nga sose lobby. We sinning gi ala sot fasi jara. Je den star gi den la loktu, de kot faya wawang. You star gi da minri, im de seker, de neti, luku ga loktu. Want, we vergeten allemaal dat we regelmatig naar boven moeten kijken. Niet om te zoeken wat ze gezegd hebben dat daar is en daar huist, maar gewoon om te kijken naar de sterren. En jouw eigen ster, die zit daarbij. Als je tenminste de moeite neemt om te geloven dat we niet zomaar rondlopen op deze aarde. Zomaar, maar dat die miljarden sterren die daarboven zijn, dat één van die sterren is jouw ster. En als je jouw ster gevonden hebt, Mick Karoman, inspireer dan anderen om ook te zoeken naar hun ster. Want ze zijn er. Die sterren zijn er. De jouwe is er. Die van hem en haar is er. We hebben allemaal een ster. En laten we eerlijk zijn. Wanneer we dat weten, niet geloven, wanneer we dat weten, dan komen we erachter dat ons leven toch op een hele andere manier kan lopen. Omdat we ook nog het leven maken zoals het is. Je hoeft niet te zitten en te wachten. Want als je wacht, ziet je wortel en kan je nergens meer naartoe. Dan kan je niks meer doen. Als je te oud bent, ja, ja. Niemand is eigenlijk te oud. Er is altijd een moment waarop je kan doen wat je moet doen. Wat wij vragen aan jou uit ervaring is: doe het op tijd, zo vroeg mogelijk. Daarom is het noodzakelijk dat kinderen op school gaan. Daarom is het noodzakelijk dat een land toegang heeft tot goed onderwijs. De matak is van essentieel belang. Zijn mooie woorden, een moeilijk woord, essentieel belang. Principieel belang. Beste vrienden, moet tijd jongens aan niet. Zonder onderwijs, yo pina. En dat is helder. Dat daar nog principieel en essentieel. Zonder onderwijs, yo pina. In de maatschappij gaat het om degene die op een of andere manier een vak geleerd hebben waardoor ze uitstekend kunnen functioneren. Dat is die Tory. En als dat die Tory niet is, hebben we geen enkele andere Tory voor u. Mijn beste vrienden, het onderwijs van Suriname zou eigenlijk niet verbonden moeten worden met de politiek. We gaan het proberen om het anders te zeggen. Onderwijs en politiek moeten gescheiden zijn. Dat is nog niet duidelijk, ik weet het, ik weet het. Ik ben ook aan het zoeken voor Borgo Brokkenji in eenvoudige termen, zodat u weet wat ik bedoel. Ik ga een voorbeeld geven. Elke keer na een verkiezing komt er een nieuwe onderwijsminister. Hè? We hebben nu net Henry Ori, en daarvoor hadden we Marie Levens, nog niet eens 3 jaar. En daarvoor hadden we Peneu, en daarvoor, en zo kan ik verder gaan, beste vrienden, moet tegen ons aan. Tussen al die ministerren zijn er enkele die op een goede manier het licht zagen. Een van die ministers bijvoorbeeld, ja, ik wil geen namen noemen, want dat ding is moeilijk, maar Peneu vond ik toch wel iets hebben. Maar daar gaat het even niet om. Waar het om gaat, lieve beste vrienden, is dat ik u probeer uit te nodigen
proberen. Je uitnodigt om met mij mee te gaan in de gedachte dat onderwijs in een land als Suriname onafhankelijk moet zijn van de politiek. In de praktijk gaat het zo. We zullen op een of andere manier een wet moeten aannemen die bepaalt dat het ministerie van Onderwijs een aparte entiteit is. Dat wordt ook een apart lichaam. Los van welke politieke strubbelingen en toestanden er ook zijn. En dat is niet eenvoudig, want het onderwijs moet geld krijgen. Ik hoorde ergens dat 2% van het geld van Suriname besteed is voor het onderwijs, bestemd is voor het onderwijs in die begrotingen. Beste vrienden, luister nou. Onderwijs is het fundament wat het land kan dragen. En daarom pleit ik ervoor om het onderwijs los te koppelen van partijen. Want nu, u weet in Suriname is er geen nationale politiek, er is partijpolitiek. Allemaal met grote muil, maar is partijpolitiek die gevoerd wordt. En onderwijs is daar, ja, een onderdeel van die partijpolitiek. Maar u begrijpt toch, samen met mij, begrijpt u toch, het is geen rocket science om te bedenken dat onderwijs, wanneer je praat over het fundament van de samenleving en we het eens zijn met elkaar, dat onderwijs losgekoppeld dient te worden van partijpolitiek en het moet gaan naar nationale politiek. Dat kan men met de mond wel beleiden, maar wij geloven dat niet, omdat wij weten dat het niet gebeurt. Iedereen zoekt zijn nyang. En iedereen heeft weer iets gevonden wat ze zouden kunnen doen in het onderwijs. En er wordt geëxperimenteerd met dit en geëxperimenteerd met dat. Mijn beste vrienden. Het deugt van geen kanten. En dat kunt u weten gewoon door te kijken naar datgene wat er in het onderwijs gebeurt. Onderwijs is onderhevig aan stakingen. Dus alleen een particuliere school die niet iedereen zich kan permitteren, daar staken de onderwijzers niet. De leerkrachten staken niet. De docenten staken niet. Want ze worden betaald. En ze worden goed betaald. Beste vrienden, we pleiten ervoor om het onderwijs te gaan zien in het voorbeeld van een particuliere school. maar dan in zijn totaliteit. Dus eigenlijk neig ik ertoe om te zeggen, maak het onderwijs compleet los van de politiek. We gaan nationaal onderwijs voeren. Dat we zeggen, er moet een andere organisatie komen die het onderwijs vormgeeft en het hele onderwijs laat rollen zoals het moet rollen. En het onderwijs mag daarbij niet afhankelijk zijn van partijen en partijpolitiek. Want dat is funest in alle zaken. Niet alleen in het onderwijs. In alle zaken is het finaal. Beste vrienden, we zijn nu bezig. Bijvoorbeeld, iedereen rent achter die 8 miljoen. Die, hoe heet die man? De minister van Financiën zou hebben uitgegeven. In combinatie met de minister van Openbare Werken. In combinatie met president Chandrika Persat Santokhi. Iedereen rent achter die 8 miljoen. Maar we zijn vergeten dat in de vorige regering Bouta 8 miljoen, nee, ik dacht 10 miljoen had uitgegeven aan een zekere Jozefzoon die naar Nederland was geweest om boeken te kopen en ze in
Suriname heeft gedumpt als onderwijsboeken. En die boeken zijn door minister Peneu, een onderwijswetenschapper, tot rotzooi verklaard. Zijn in containers gestopt. Ze zijn verbrand. Beste vrienden, al die mensen die vechten voor die 8 miljoen die zou zijn uitgegeven. Ik hoor ze niet. Over die 10 miljoen die Jozef Zoon heeft uitgegeven. Zomaar! En zo zijn er nog een aantal zaken waar we over kunnen praten, man. Maar wij zijn niet eerlijk in het land, hè. U weet het. U weet het. Wij zijn niet eerlijk. En het niet eerlijk zijn heeft er ook mee te maken dat men het zal bevechten om onderwijs te houden in het pakket van de politiek en de politieke partijen. Want onderwijs is daar is er nou behoorlijk een jan te maken. En onderwijs, moet ik eerlijk zeggen, man, je kan ermee spelen toch? Het is een fasadling, chow-chap, het is een bami festival. Onderwijs is chikere-chikere festival. Alles magwa onderwijs. Beste vrienden, wij hebben in Suriname wel degelijk een aantal onderwijswetenschappers in combinatie met psychologen, kinderpsychologen en verder. Beste vrienden, wij zouden een team, onafhankelijk van de politieke bullshit, zouden we een team moeten vormen. Een team dat zich buigt over ten eerste het loskoppelen van onderwijs van de politiek en het structureren, herstructureren van de hele onderwijssector. Dat wil zeggen, de academies, de pedagogische academies, worden allemaal op de schop genomen. Het onderwijspakket wat ze toegediend krijgen, worden uitgebreid en verdiept, zodat de leerkracht in staat is om op een moderne wijze onderwijs aan te bieden aan de pupillen, aan de studenten, aan de kinderen. Het hele LOI, hoe goed het zich ook staande houdt op dit ogenblik, ook op de schop, ook herstructureren en dan gaan we praten. Universiteiten. De mensen op de universiteit moeten zich laten gelden. Want je zit daar niet zomaar. Je tikt wel nyang. Want als je het bekijkt, is het ook een tikje nyang. Toch? Ja. Onze universiteit moet groeien naar een onderzoeksuniversiteit. Moet het voorbeeld nemen van grotere voorbeelden die er zijn. Bijvoorbeeld de University of the West Indies. Is het te veel gevraagd? Is het te veel gevraagd? Beste vrienden, met Takangau serieus. En ik weet dat dit ook gaat besproken zal worden door de mensen van de politiek. Ja, natuurlijk. En ze moeten je geen bullshit vertellen. Want meer current bullshit. Tell you or tegen me dat het onderwijs is goed. We gaan een nieuwe minister, een nieuw idee. En bullshit. Je hebt het 50 jaar heb je het verpest. 50 jaar heb je niet gedaan wat je zou moeten doen. En als je dat gedaan had, dan waren we vandaag niet in de stand waarin we nu zijn. Ja, misschien dat een lob mee, maar minder spangen. Want minder nyan voelen, minder drie voelen. Dat is rustig. Me konftaki. En me konftaki me taki alap kinengere. Elk kind wat nu op de opvang zit, de peuteropvang, daar praat ik voor. Op de vreubel, daar praat ik voor. Op de basisschool, de lagere school, daar praat ik voor. Ik ben pleitbezorger. Jazeker ben ik pleitbezorger. En dan gaan we verder. En weet u waarom? Omdat ik zielsveel houd van Suriname en ik weet dat het anders kan. En als het anders gebeurt, dan zullen wij met z'n allen uit die rotzooi komen waarin wij zijn.
argument. Ja, maar de kinderen van Baba en mij, de kinderen van Babu hebben hetzelfde onderwijs genoten, maar ze hebben het toch wel goed gedaan. Beste vrienden, zij hebben het goed gedaan, omdat ze cultuur hebben die wij niet hebben. Laten we dat dan gewoon zeggen zoals het is. Zij hebben een cultuur van ondersteuning, elkaar helpen, spaarzaam zijn. En al vanaf het begin worden de kinderen van Baba en Mai geconfronteerd met hun eigen taal. En het lezen. En wat er gebeurt in de mandiers is het verlengde van de opvoeding van mama en papa. Je ziet die kinderen niet over straat rennen en dingen doen. Ton pokunaki na blakaman goyesi e bewega loktu. Isabite, tenemata kabula, ha man, aan de sport, boela we boela. Beste vrienden, wij moeten op een andere manier benaderd worden, want de structuur van de gezinnen klopt niet. Gigantisch veel eenoudergezinnen maken het praktisch onmogelijk om echt je te verdiepen in de ontwikkeling van je kind. Dat gedeelte moet in een nieuwe structuur worden overgenomen in Suriname. In een nieuwe onderwijsstructuur moeten we gaan praten daarvoor. Een van de zaken die Bouta in de vorige regering goed gezien had, was dat hij de naschoolse opvang had ingevoerd. Mijn beste vrienden, die naschoolse opvang, Bouta zijn eigen woorden, was een nyampatu geworden. En met name de voorzitter van de commissie van onderwijs in het parlement was mede oorzaak en was ook schuldige dat die nyampatu was opgevreten. Want de naschoolse opvang diefstal, die moet nog steeds worden onderzocht. Die papieren zijn er, die documenten zijn er. Het moet nog steeds worden onderzocht. Maar hij, Bova, heeft de grootste smoel van iedereen. Maar amoni van naschoolse opvang. Anjameng. Moksina nga trawan di nyameng toe. Hoofdschuldige. Hoofdverantwoordelijke. Dus beste vrienden, er waren wat fragmentarische ideeën, zoals naschoolse opvang. Is een goed idee. Maar dat was te ad hoc. Waar oom Paul voor pleit in die herstructurering van het hele onderwijspakket en het maken tot één aparte afzonderlijke entiteit. Dat is dat zo'n naschoolse opvang idee in dat pakket zit waarbij kinderen kunstonderwijs krijgen. Gewoon keihard kunstonderwijs waarbij ze al vroeg vanaf de peuterschool worden ingeleid in ethiek, normen en waardepakket, dat we karakteristiek. Waarbij ze worden ingeleid in esthetiek, dat contact de schoonheid der dingen. Beste vrienden, dan praten we over Suriname, waarbij ik zie dat de kinderen groot en sterk worden, met een visie, met een denkie, en in de wetenschap dat geen enkele stommerik over hun gaat heersen. Want dat is het gevolg van education. Education, onderwijs, is puri nasraf ting. Want nu zijn het allemaal slaafjes. De kinderen kunnen er niks aan doen, want papa is slaaf, mama is slaaf, zusters zijn slaaf. Slaafjes! En wij moeten het loslaten. We kunnen het alleen loslaten wanneer we het onderwijs breekt, lang en diep tot ons nemen als een aparte entiteit
die niks te maken heeft met politiek, maar slechts met ontwikkeling, nationale ontwikkeling. En natuurlijk, alle kinderen in Suriname gaan mee. Alle kinderen. Maar deze ideeën, die moet u horen. Omdat met allerlei kononeerboten zullen zij proberen om het weg te schieten. Want het deugt niet en het dit niet en het dat niet. De een doet het omdat ze via een omweg het zelf willen gaan doen. Ze hebben het uitgevonden zoals wij hier constant het wiel uitvinden wat 10.000 jaren geleden is uitgevonden. En de andere omdat ze te scheiterig zijn om verbeteringen aan te brengen, maar het liever hebben over veranderingen. En verandering is geen verbetering. Men is in Suriname te veel bezig met make-up en het poetsen van je gezicht en het maken van, je weet al, cosmetiek. Hè? Dat ik denk dat als de wasi den pura a hair make-up, dat is dan ook lelijk, want amore heb wat make-up. Amore is lelijk. Het net ik van de weer een preek. Er zijn wel 100 manieren om je afro haar op te steken en mooi te maken en geweldig te zijn. Maar je hebt wat een preek. Maar hoe produceert een preek? Alleen die steken bij een preek. Nou, de chief baba en mij even niet. Unifin next. En net zo, unifin next in het onderwijs toe. Er zijn enkele van ons die er iets aan gehad hebben, omdat hun ouders in de gelukkige omstandigheden waren om ze te verheffen en ze mee te trekken in die verheffing. Op een of andere manier is dat gebeurd. Maar het gros van ons, het gros van die blanke man, is nog steeds met die koesta. Hij zit nog steeds in die fufuru maatschappij. En dat is cultuur geworden. Kinderen met pistolen op school is cultuur geworden. Kinderen met messen op school is cultuur geworden. Leren we? Efficiënt schoolgevecht. Ga kijken. Het zijn geen Hindustantjes. Het zijn geen Japantjes. Het zijn geen Indiaantjes. Nou, blijf hem aan even. Ik keer de schrijfje. De vetangen is schrijfje. Beste vrienden. Dit is het teken van gebrek aan cultuur. Gebrek aan opvoeding. Opvoeding is een deel, essentieel deel van cultuur. Ik heb het niet over voeding. Want eten, dat kunnen we allemaal wel op een of andere manier vinden. Maar opvoeding is heel lastig. Wanneer het niet van de bottom af wordt ingevoerd. Mijn beste vrienden, wij hebben gigantisch veel werk te doen. Is niet eenvoudig. En daarom is dit een uitnodiging aan onderwijswetenschappers. Aan maatschappijwetenschappers, aan alle mensen die op een of andere manier integer, deskundig en professional zijn. Professionaliseer het Surinaams onderwijs. Er mag nooit meer sprake zijn van een boslandakte. Er mag nooit meer sprake zijn van het feit dat de leraren, de leerkrachten van het binnenland, kunnen niet afreizen, want ze zijn niet uitbetaald. Of ze hebben geen water. Of hun scholen, die scholen zijn kapot, er zijn geen banken en stoelen. Of die lerarenwoningen zijn nog niet af, beste vrienden. Bullshit. Weet je wat wij noemen in die wandelgangen tussen al die wetenschappers? Kauka. Nou, zijn dat we doen. En die politiek, de politiek die zich daarmee bezig houdt. Zo kauka, morserij. En omog mandi, maar minespan. Dit moet gezegd worden. En het moet mee van het hart. Omdat ik niet bezig ben met de gevolgen van, maar de oorzaak van. En die oorzaak van het verschil tussen de een en de ander in Suriname is het feit dat de ene wel onderwijs genoten heeft en een cultuur heeft
en de andere geen onderwijsgenoten heeft en ook geen cultuur heeft. Of wil je Kabula ook cultuur noemen? Dan is het cultuur. Maar Kabula is Tjassasobula. En het Tjaboom. Dus, met dat gaan we. Weer alle ding, dichters, ding, schrijvers, alles soort zijn. Waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Lekker we play boebola's nomo. En play, het jouw gedicht, alles mijn lefu. De lefu? Ding, I love you, tewa strati. Allerliefste rij auto, they stop. Wanika straat, you stop. Zwartenhoogenburg straat. Allerliefste, tesi. A black man shooter aan uw contact. I beg you on money. Is het een belediging? Het gaat dwars door je hart. Geef ze. Of geef ze niet. Het interesseert mij niet. Waar het bij mij omgaat. Is haal die oorzaak weg. Waardoor die hand wordt opgestoken. Want wij zitten op een berg. Goud. Ik ga met u verder. Boy. En ik zeg deze dingen. Wetende dat u gewoon op mij gaat schelden. Maar u mag schelden. Mijn rug is breed. U mag schelden. Want ik zal niet stoppen om u erop te wijzen dat wij vooruit moeten. En als we vooruit moeten, dan moeten we uit die achteruitzetting. Want nu verkeert een groot deel van Suriname en zegt rustig de blanke man. Verkeert nog in slavernij. Hij heeft nieuwe slavenbazen. En ze zijn op dit ogenblik geschrokken en verschrikkelijk boos. Omdat ze merken dat hun slavenbaas niet iemand is die op ze lijkt. Maar Baboon Chandrika Persat. Een nazaat van Baba en Mai. En dat komt omdat er een cultuurverschil is. Ja, dat is er. En u bent op de weg om het in te halen. Met Barry, defi rustig, jaren. Defi rustig. En in Sabi. Tede in natie. Dat je niet smeren. Dat was maar de komst. Ik smeren het in je defi rustig. Sernang. Uit die gevaarlijk. Paramaribo groeten. Dankjewel voor de lachen hoor, Tante Amba.